Afscheid nemen na donatie. Dit filmpje gaat over afscheid nemen van een geliefde bij organenweefseldonatie. Veel mensen hebben vragen over dit verdrietige moment. Hoe werkt dat precies? Hoeveel tijd heb je om afscheid te nemen? Het is altijd mogelijk om zonder haast afscheid te nemen. Tot aan de operatie kunnen de familie en de naaste bij de donor blijven. Na de donoroperatie kan de familie ook nog in alle rust afscheid nemen. Ziet het lichaam er nog goed uit na donatie? Het uitnemen van organen en weefsels gebeurt altijd met veel zorg en aandacht voor de overledene. De donor kan altijd worden opgebaard. Zo nemen artsen niets weg op plaatsen die je kunt zien bij het opbaren. Bijvoorbeeld het gezicht, de hals en de handen. Ook als iemand huid en oogweefsel doneert, zorgen de artsen ervoor dat je naast er netjes uitziet. Bij donatie van oogweefsel krijgt de donor vervangende ogen van kunststof en worden de ogen gesloten. Heel soms ontstaat er een bloeduitstorting. Dit is een wat donkerder vlek rond het oog. Een uitvaartverzorger kan er met make-up voor zorgen dat de vlek niet meer te zien is. Zo ziet het gezicht er weer natuurlijk uit. Wonden worden gehecht en met pleisters afgedekt. Door de kleding zie je de pleisters niet. Het is belangrijk dat de donor er netjes uitziet na de donatie. Bij huiddonatie kan de overledene niet meer ritueel gewassen worden. Als je dat wel wil, kun je ervoor kiezen om geen huid te doneren. Kun je nog begraven of gecremeerd worden? Ja, een begrafenis of crematie is na donatie altijd mogelijk. Na de donatie bepaalt de familie waar en wanneer de overledene begraven of gecremeerd wordt. De donatieprocedure kost de familie geen geld. Meer weten, kijk op onze website transplantatiestichting.nl